Afgelopen week hebben we het 57e wereldkampioenschap militaire vijfkamp gehad. Bijna 200 atleten uit 27 landen hebben gestreden om de wereldtitel. Zowel bij de dames als de heren. Ik vond het een geweldig evenement om namens de commandant strijdkrachten te mogen organiseren. Dit was op verzoek van het Conseil International du Sport Militaire. Dat is een internationale militaire sportkoepel waar 133 landen bij aangesloten zijn. Ja, en dan is de vijfkamp, net als de tienkamp bij de atletiek, de moeder der sporten. En dat wordt ook alleen maar door militairen beoefend. Ja, de onderdelen zijn geweerschieten, hindernisbaan, hindernis zwemmen, handgranaatwerpen en de 8 kilometer cross als afsluiting. Ja, het meest spectaculaire is toch wel de hindernisbaan en het hindernis zwemmen. Supermooi, echt top. It's a big one, yeah.